Hallo allemaal en goedemorgen. Mijn stem is er nog niet helemaal. Het is zaterdagochtend. Belachelijk vroeg. En ik wil iedereen een heel prettig weekend wensen. Mijn naam is Vidioot en ik ben een diehard fan. Een echte fanboy van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema. De allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Of all time. En zij gaf recent rond de kerst vorig jaar een interview aan het Parool. In haar appartement, in die ambtswoning op de Herengracht. En daar zaten een paar vragen tussen van, die gingen zo van... Word je belemmerd in je werk door seksisme? Iets in die richting. En toen zei burgemeester Halsema van, ik heb zo in mijn leven wel het een en ander meegemaakt. En het voorbeeld wat zij dan noemde was de Ajax supporters. Die Femke Halsema allemaal massaal hoer en bitch aan het noemen waren. En toen zei burgemeester Halsema heel terecht van, ja, hoer en bitch, dat zullen ze niet zo snel zeggen tegen Van der Laan. Ja. En een ander voorbeeld wat ze noemde was de Sinterklaas-intocht hier in Amsterdam. En toen zei die Sint, die vent die Sinterklaas speelde, die zei, de burgemeester Halsema, maar voor ons blijft u gewoon Femke. Toen kreeg ik zoiets, weer de waarom, serie gabbertjes. En toen is ze later naar de Sint toegelopen. En toen vroeg ze of hij dat ook gedaan zou hebben als de burgemeester een man was. Voor ons blijf je gewoon Eberhard, of iets in die richting. En daar schrok de Sint heel erg van. En er is wel degelijk sprake van fors wat seksisme. Ik maak dat namelijk ook mee. Als ik zeg dat ik een fan ben van burgemeester Halsema, dan krijg ik een hele hoop shit over mij. En als ik wat positiefs over mij heen krijg, dan begint dat altijd met, ja, ze ziet er heel goed uit. En tuurlijk, dat speelt voor mij ook een rol, maar dat is niet de reden. Dus ja, ook daar zie je lichte vleugjes van seksisme. En het is natuurlijk raar dat zelfs een vrouw in deze positie dat ook aan het meemaken is. Nou, waarom begin ik daarover? Nou, hierom. Meldingen seksuele intimidatie op universiteiten bijna verdubbeld. Het aantal meldingen van seksuele intimidatie op Nederlandse universiteiten is in 2 jaar tijd bijna verdubbeld. Dat blijkt vrijdag uit cijfers die zijn opgevraagd door Eén Vandaag. In 2016 hadden we 52 meldingen. In 2017 hadden we 72 meldingen. En in 2018 101 meldingen. En dan komt het. De meeste meldingen, dus dat is een kwart, werden gedaan bij de Universiteit van Amsterdam. Ah, wat leuk. Daar heb ik gestudeerd. En toen ik daar studeerde, toen werd twee studenten die ik kende, eentje aangerand op een feest, wel op een feest. En eentje inderdaad echt verkracht, ja, na een feest. En die kwamen dus niet meer terug. Die zaten thuis. Helemaal shock. Helemaal naar kloten. En dat is eind jaren 80, begin jaren 90. Dit is 2018. Fantastisch. Eén Vandaag baseert de uitspraak op cijfers van 10 van de 14 landelijke universiteiten. De Open Universiteit en de Universiteit van Delft, Tilburg en Nijmegen gaven geen cijfers over seksuele intimidatie. Waarom niet? Heb je wat te verbergen daar?
Ik zou zeggen, geef ons die cijfers. Meldingen van de seksuele intimidatie variëren van seksueel getinte opmerkingen tot aanranding. Het merendeel van de meldingen, zo'n 60%, werd gedaan door studenten. Dus 40% van de meldingen, van die 101, die worden gedaan door mensen die daar werken. Dat is hartstikke leuk. Of door de ouders van studenten. Dus jouw kind helemaal hysterisch, helemaal fucked up, helemaal gestrest thuis komt. Ja, dan ga je bellen. Hallo, weet je wat die studie kost? Maar dat is dus hartstikke leuk, weet je. Een lekkere toxic omgeving. Hier in Amsterdam. Burgemeester Halsema heeft in Tilburg gestudeerd, volgens mij. Enschede, Tilburg? Weet ik niet. Sorry, daar gaan we. De voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond reageert tegenover een vandaag geschokt op de cijfers. Het is schandalig dat we niet in staat zijn, dan komt het, een veilige leer- en werkomgeving in het onderwijs te bieden. Deze cijfers onderstrepen opnieuw het belang om meer geld te besteden aan sociale veiligheid in het hoger onderwijs. Daar gaan we. Het wordt alleen maar erger. Ik ben nu al depressief. Ik ben nog niet eens goed wakker. Wordt u er ook zo moe van, burgemeester? Wordt u er ook zo moe van? Het is echt moeilijk om leuk nieuws over Amsterdam te vinden. Het is altijd zo shit. Goed, aantal meldingen ongewenst gedrag neemt ook toe. Jee, natuurlijk, dat is logisch, want die twee zijn aan elkaar gerelateerd. En vandaag deed ook onderzoek naar ongewenst gedrag. Hier werkten alle 14 universiteiten aan mee. Onder ongewenst gedrag vallen meldingen over agressie, pesten, intimidatie en discriminatie. In 2017 werd er 537 keer melding gedaan van ongewenst gedrag. In 2018 was dit aantal toegenomen naar 706 meldingen. Volgens Liedewij Poortenhuis van het Landelijke Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren gebeurt er weinig met die meldingen, ook met die van seksuele intimidatie. Veel vrouwen die een melding maken bij de vertrouwenspersoon krijgen te horen: laat het los, het is jouw woord tegen het zijne. Vervolgens gebeurt er niets, zegt Poorthuis tegen een vandaag. Oh god, ik word zo depressief, er komt geen einde aan. De Vereniging van Universiteiten zegt dat ze de afgelopen jaren juist hun best hebben gedaan om de sociale veiligheid te waarborgen. Dat klopt niet helemaal, want hier zie ik enorme stijgende cijfers. En hier zie ik enorm stijgende cijfers. Het is dus minder veilig geworden. En je best doen, wat koop ik daarvoor, mevrouw de burgemeester? Ja, ik heb een 1. Maar ik heb wel heel erg mijn best gedaan. Daar koop ik helemaal niks van natuurlijk. Je hebt duidelijk niet goed genoeg je best gedaan. Er worden workshops, trainingen en debatten georganiseerd. Er wordt aan voorlichting gedaan. Dit alles met als doel om de problematiek bespreekbaar te maken en aan te pakken. Aldus Bart Pierik van de Vereniging van de Universiteiten. Nou, allemaal goed rustig nadenken. Let u op, mevrouw de burgemeester. Dit is wat Bas doet. Workshops, trainingen en debatten. Dit is wat de vertrouwenspersoon doet. Laat het los, het is jouw woord tegen het zijne en niets doen. Wat missen we hier? Heel goed, wat we hier missen, dat noem je vervolging van daders. Ja, als je geen daders vervolgt, dan gaat het door. En daders die er lang mee wegkomen, ja, die gaan dat ook straks doen als ze van de universiteit af zijn op de werkvloer. Jee! Die Bart, die heeft niet zo goed zijn best gedaan. Nou, waarom begin ik hier verder over? Nou, ik ga wat familiegeschiedenis met u delen, mevrouw de burgemeester. Mijn grootmoeders, beide grootmoeders, die hebben zo'n beetje in de jaren 30 en 40 hun onderwijs genoten. De meeste jaren 30.
Die hebben zo het een en ander meegemaakt in het onderwijs. En daarna in hun, gewoon op straat. En natuurlijk op de werkvloer. Dat zijn mijn grootmoeders. Die weet ik niet. Die zijn ergens in 1920 geboren of zo. Dan krijgen we de generatie van mijn moeder. En mijn moeder en meerdere van haar vriendinnen. Die hebben zo het een en ander meegemaakt in het onderwijs. Gewoon op straat. En natuurlijk bij sport. En op de werkvloer. Die zijn geboren kort na de oorlog. Echte babyboomers. Dan krijgen we mijn generatie. Ik ben ongeveer de leeftijd van burgemeester Halsema. Laten we even zeggen rondom de 50. Dus dat is eind jaren 60, begin jaren 70 geboren. En mijn ex-vrouw. Ja, die heeft wel wat heftige dingen meegemaakt. Hallo, hé. In het onderwijs. Gewoon op straat. En inderdaad op de werkvloer. En in het uitgaansleven. Echt niet te beschrijven. Echt sicko shit. Dus dat is mooi. En dan hebben wij, net zoals burgemeester Halsema, zo'n tiener hebben wij. Ons kind is ietsje jonger dan de kinderen van burgemeester Halsema. En ons kind is het nu live aan het meemaken. Op haar middelbare school. En wat zij aan het meemaken is zo afschuwelijk. Zeg maar, dit is wat ze aan het meemaken is. Dit. Alle varianten hiervan. En wij, ja, kind is er doodziek van. Gewoon helemaal doodziek. Ze vindt het helemaal niks. En het is nu maanden gaande. Het is heel, 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 heel kut. Heel, 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 heel heftig. En we hadden al geklaagd, natuurlijk, bij die school. Maar ja, kinderen die willen geen namen noemen. Weet je, die houden hun mond dicht. Dus ja, een jongen. Ja, welke jongen? Ik ga het niet zeggen, want bang voor represailles. Bang voor represailles. Het is echt afschuwelijk, is het. Dus wij weten even niet hoe we deze situatie gaan oplossen. Maar naar die school gaat ze niet meer. Nee, ze is niet gek. Ze gaat niet in een omgeving zitten die gevaarlijk is, natuurlijk. En wij kunnen haar natuurlijk ook niet naar die omgeving toesturen. Ik stuur mijn kind namelijk ook niet een mijnenveld in. En ik stuur mijn kind ook niet op een gevaarlijke pitbull af. Onvoorspelbare gevaarlijke situaties. En kinderen, dat gaat meestal niet zo goed samen. Dus ja, die kleine van ons, die zit thuis. Dat is leuk, joh. Zo zien ze er dan uit. Kijk, zo. Dit zoontje hebben wij. Sorry. Taking phone away from teenager. Nee, dat moet je niet doen. Want als ik dat doe, dan is het huis echt te klein. Zo. En dit is een sad teenager. Checking phone cyberbullying. Ja, dat ook nog eens. Hè. Je hebt namelijk nu ook nog eens ranzigheden en gorigheden, bedreigingen en intimidatie via WhatsApp. Dus die is de wereld aan het blokkeren. En dan dit. En dat dan, weet je, lekker een paar maanden thuis. Oh, Jotem. Ik heb er zoveel zin in, mevrouw de burgemeester. Arm kind. Ik moet iets intelligents gaan doen met die school. Maar ja, weet je, als dit overal gebeurt, op scholen, universiteiten, beroepsonderwijs. En ja, laten we eerlijk zijn, het is al 4 generaties gaande. De kans dat het stopt is natuurlijk absoluut fucking nul. Ik heb geen idee hoe ik dat aan dat kind ga uitleggen. Zo van, luister, jouw overgrootoma, of overgrootoma, die is toch al dood? Ja, maar. En jouw oma en jouw moeder. En nu, ja, ik heb helemaal geen zin om dat aan dat kind uit te leggen. Ik ga liever gewoon dood. Oh god, ik heb nu al maagpijn en ik ben nog niet eens goed wakker.
Dit is het probleem met het lezen van het nieuws. Het is gewoon slecht voor je gezondheid. Ik voelde me natuurlijk al waardeloos, arme kind. En dan lees ik dit en denk ik, oh, nu moet ik er een soort les van maken, iets pedagogisch, educatiefs verantwoord. En wat hele fijne familiegeschiedenis delen. Dat laatste heb ik helemaal geen zin in. Ik ga vragen of mijn moeder het wil doen. En dat is laf, ik doe het zelf wel. Oh, misschien kan ik het uitstellen tot later in de middag. Dan doe ik het met een glas wijn. Weet je, dan trek ik het misschien wat meer. Ik ben heel slap wat dat soort dingen betreft. Ik vind het allemaal maar niks. Burgemeester Halsema, zullen we iets gaan doen voor de jeugd van Amsterdam? Want er zijn een hele hoop scholen hier in Amsterdam. En een hele hoop beroepsopleidingen. En als dit een indicatie is, dan is het niet best gesteld met het onderwijs van Amsterdam. En we hebben een lerarentekort. En wat we nu hebben is een clubje leerkrachten die roepen: ik krijg een baan in Amsterdam, dan wil ik ook meteen naar huis. Als een soort Ubermensje gaan we die mensen voorttrekken, want Amsterdam is heel duur. Ja, voor ons ook. Wij willen ook heel graag een nieuw huis. Wij willen alleen niet werken in het onderwijs. Daar hebben we de papieren niet voor. En als we die papieren wel hadden, dan wilden we er niet werken, want het is een onvoorspelbare, gevaarlijke omgeving. Dus dan stellen we zo'n rouwkostdag, die stellen we uit. We stellen burgerschapstraining, dat schrappen we, daar zit niemand op te wachten. Burgerschapskunde, gaan we niet doen. Dan stoppen we met die vreselijk slappe cyberbullying slash anti-pestles. Faalangsttraining, schrappen we ook. En we schrappen, hoe heet het andere waanzinnige kutvak? Oh ja, kanjertraining, daar stoppen we ook mee. Dan stoppen we met dat verplichte water drinken. En dan gaan we er eerst voor zorgen dat met name de vrouwelijke populatie, iedereen natuurlijk, iedereen moet veilig en met een zekere mate van plezier. Nou ja, plezier. School hoeft niet per se leuk te zijn, maar iedereen moet veilig naar en van school en op school kunnen zitten, welke opleiding dan ook. En dat gaan we dan eerst doen. Dan zorgen we er eerst voor dat iedereen veilig is, met name de vrouwelijke populatie. En dan doen we daarna zoiets als burgerschapskunde. Maar we doen eerst de veiligheid. Wat vindt u daarvan, mevrouw de burgemeester? Mag dat? Want ik word er een beetje gek van na 4 generaties. Nou, lieve mensen, dat was hem weer. Dank u wel en tot de volgende keer.